Alles smeult nog wanneer de mensen terugkeren naar de dorpen rond de vulkaan. Voor de meesten is er slecht nieuws. De Democratische Republiek Congo ligt in het midden van Afrika. Er wonen meer dan 91 miljoen mensen. Het is een van de armste landen ter wereld. De vulkaan de Nyiragongo staat in het oosten van het land. Het is een van de actiefste vulkanen en wordt gezien als de gevaarlijkste van Afrika. De drukke stad Goma, met zo'n 2 miljoen inwoners, ligt vlakbij. Toen de vulkaan begon te rommelen, brak er paniek uit onder de inwoners. De laatste grote uitbarsting, zo'n 20 jaar geleden, kostte honderden mensen het leven en de stad werd toen totaal verwoest. Dit keer kwam de lava niet verder dan deze buitenwijk. Een opluchting voor de stad. Al zijn de meeste inwoners vooral woedend op hun regering. Want die was al gewaarschuwd door deskundigen dat er een uitbarsting aan zat te komen, maar deed er niks mee. Sommigen zijn zelf al begonnen om de boel weer op te bouwen, maar ze kunnen niet alles zelf. Goma.